Hier gaat het over het tij. De maan, de wind en wij. Dat dichtte Ed Leeflang, ter ere van de voltooiing van de Deltawerken. Een project van stormvloedkeringen, sluizen en dammen dat ons beschermt tegen overstromingen. Is dit nou een gedicht over de natuur? Het gaat over de maan, de wind, de getijden. Maar gaat het eigenlijk niet vooral over de mens die de natuur zijn wil oplegt? Wat betekent het eigenlijk om te dichten over de natuur? Wie is er aan het woord en over wie gaat het? De mens, de natuur of over de band tussen mens en natuur? In spreekwoorden kom je allerlei natuurmetaforen tegen. Je bent zo vrij als een vogel of een boomlange man. En de natuur is ook een dankbaar onderwerp voor dichters. In gedichten kun je iemand aanspreken die er niet is of die mogelijk niet luistert. Je kunt je daarom ook richten tot een boom, een plant of een dier. Of het nou een dennenboom is, een oude boom in het Vondelpark of een droeve wilgenboom. Er zijn heel veel gedichten die de schoonheid van de natuur bezingen. In de traditionele dichtvorm pastorale is het vaak een geïdealiseerde versie van de natuur. Die is altijd lieflijk, vredig, ongerept. Maar de alledaagse realiteit is vaak anders. Gedichten worden daarom ook gebruikt als protest. Bijvoorbeeld tegen de manier waarop we met de natuur omgaan. Klimaatdichters van vroeger en nu gebruiken hun verzen als protest. Ze dichten over de staat van de natuur en over de gevolgen in de toekomst als we onze huidige levensstijl voortzetten. Guido Gezelle, die leefde en dichtte in de 19e eeuw, ging nog een stapje verder dan een gebod aan de mens. Hij liet de natuur zelf aan het woord. In zijn gedicht De Mandelbeke bedenkt hij wat een droeve wilgenboom de mens te vertellen zou kunnen hebben. Waarom hangen zijn takken zo zwaar naar beneden? De dichter spreekt de wilg aan en de wilg spreekt terug. In gedichten kan dat gewoon. Daarom zijn gedichten zeer geschikt om de relatie tussen mens en natuur eens van een andere kant te bekijken. Het is zoals de eeuwenoude zomereik. De hoofdpersoon in Eik was hier van Bibi Dumontak het verwoord. Het is goed om buiten jezelf te leren denken. En dat kan dus, bijvoorbeeld door gedichten. Natuurgedichten kunnen dus over de mens gaan, over de natuur of over de relatie tussen mens en natuur. Gedichten kunnen de natuur bezingen, beklagen hoe we er nu voor staan en bedenken wat er zou kunnen gebeuren als we zo door blijven gaan. En bovendien kunnen natuurgedichten helpen andere perspectieven te verkennen, waardoor de mens, om de woorden van de oude zomereik te gebruiken, misschien eens buiten zichzelf leert denken.